Leuk dat je kijkt naar de eerste aflevering van Wild Roots. Veel van jullie hebben vast een huisdier, maar waar komen deze huisdieren vandaan? Waar stammen ze vanaf en wat zijn hun wilde familieleden? Daar gaan we in de komende afleveringen naar op zoek. In deze aflevering komen we meer te weten over katten. Dit is Tommy en Tommy is 8 jaar en als kitten gezellig bij me komen wonen. Wist jij trouwens dat katten wel 16 uur per dag slapen? Het zijn vleeseters en ze eten vaak brokjes of vlees uit een blikje. En wist je dat er in Nederland wel meer dan 3,5 miljoen katten als huisdier leven? Ja, je kunt ze lekker aaien en knuffelen. Je zou dus bijna vergeten dat ze familie zijn van de leeuw en andere katachtigen. Om meer te weten te komen over deze tamme en wilde dieren ga ik op bezoek bij Bram Langeveld. Hij werkt als conservator bij het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Ja, dat zei ik net. Kom op, trek je jas aan. We gaan. Hallo. Goedemiddag. Ik ben op zoek naar Bram Langeveld. Hoi. Goedemiddag, ik ben Bram. Ik ben Sita. Leuk dat we weer een kijkje mogen nemen. Jij werkt als conservator hier in het museum. Wat zijn je werkzaamheden? Eigenlijk van alles. Het komt op neer, ik ben verantwoordelijk voor de collectie van het museum. En de collectie is ongeveer 500.000 dode dieren eigenlijk. Daar komt het op neer. Okay. Variërend van teken tot complete walvisskeletten. Mm-hmm. En ik ben dus verantwoordelijk dat we die collectie in goede conditie houden. Dat we ook meer krijgen, want als museum willen we natuurlijk altijd maar meer. We verzamelen. Yeah. En ik help mee met nadenken over hoe we die collectie zeg maar laten zien in tentoonstellingen. Dus wat laten we in het museum zien. En je weet dus ook heel veel over dieren. Ja, dat is een vereiste, ja. Oké, okay, ik ben benieuwd. Zullen we? Jazeker, we gaan kijken. Okay. Ik denk dat er veel te zien is. Ja, te gek. Bram, wanneer zijn de mensen katten als huisdieren gaan houden? Nou, dat weten we eigenlijk vrij precies. Het is heel bekend dat de Egyptenaren, die hadden al huiskatten. Maar nogal langer geleden, dus ongeveer 10.000 jaar geleden, zijn de eerste katten gedomesticeerd. En dat gebeurde in het Midden-Oosten. Dat is een moeilijk woord, gedomesticeerd, leg eens uit. Die zijn dan eigenlijk tam gemaakt. Hè? Die ja, zijn van de wilde kat, zijn ze langzaam maar zeker tam geworden. Ja. Tot wat we nu de huiskat noemen. En stammen onze huiskatten af van de wilde katachtigen, zoals de leeuwen en de tijgers en de panters? Ja, onze huiskatten stammen af van een wilde kat, maar geen tijger, dat niet. Ze stammen af van een soort die we noemen nu de wilde kat. En dat is een klein beestje, iets groter dan onze huiskat die we nu hebben. En die heeft verschillende ondersoorten. En die ondersoort uit het Midden-Oosten, die bleek dus goed tam te maken. Okay. En daar stammen al onze huiskatten van af. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen onze huiskat en de wilde kat? Nou, de verschillen die zijn soms heel opvallend en soms lijken ze er nog best op. Want deze huiskat lijkt nog wel wat op een wilde kat, qua kleur in ieder geval. Mm-hmm. Maar ja, denk aan bijvoorbeeld die mooie naakte katten die er zijn of de Maine Coons van 11 kilo. Ja, die zijn totaal anders dan wilde katten. Maar hoe ze zich gedragen, dan lijken veel huiskatten nog best wel op wilde katten. Want wat we hier hebben liggen, dit zijn 34 vogeltjes. Ja. Dit is wat een gewone gemiddelde huiskat eigenlijk elk jaar weer vangt. Echt joh? Ja, en dan brengt hij ze vaak natuurlijk wel naar huis. Maar ja, daarna gaat hij gewoon brokjes eten. Want ja, brokjes zijn lekkerder dan een vogel blijkbaar. Maar toch, dat jagen zit erin. Dat zit er nog echt in. En dat is wat een wilde kat natuurlijk moet doen om te overleven. En dat instinct zit nog heel erg in onze huiskatten. Na dit wilde verhaal ben ik wel heel benieuwd geworden naar de wilde familieleden van onze huiskat. We gaan bij ze op bezoek in Burgerzoo. Hey Theo! Goedemorgen! Goedemorgen! Welkom! Dankjewel, wat leuk dat ik mee mag! Ja! Wat gaan we doen? We gaan de panters voeren. Okay. En hier heb je een jasje, hè? Dan hoor je er een beetje bij. Ja, helemaal goed. In stijl. Alsjeblieft. We hebben momenteel twee panters. Ja. Er is een mannetje op komst. Oké. Okay. Dus die, dat is altijd prettig, hè, voor het nageslacht. Kijk nou! Dit zijn de dieren die we zo buiten gaan voeren. Wauw, en daar zit er nog een. Daarboven zit er nog een, ja. Oeh. Is hij nou boos? Nou, hij denkt van dat is wel een lekker hapje. Echt? Ja, dat denk ik wel, ja. Zo, een stuk vlees. Ja, dan gaan we proberen om het echt goed vast te binden. Hè. Je kunt dit ook een beetje als verrijking zien voor die panters. Zo. Zo ongeveer? Ja, is prima. Dan draai hem er nog een keer op. En nou om het touw heen. Misschien nog één keer zo. Wat denk je Theo? Zit hij stevig? Het ziet er hartstikke goed uit. Oké, ik ben benieuwd.
Theo, dit is een Sri Lanka panter. Komen die alleen in Sri Lanka voor? Ja, maar ze worden wel enorm met uitsterven bedreigd. Het gebied waar ze in leven wordt eigenlijk steeds kleiner. Hè. Die mensen die pakken het land af van die panter. Daarnaast worden ze ook nog bejaagd, omdat ze natuurlijk een prachtige vacht hebben. Ja, ja. Ja. Theo, ik heb een kat. Ik zie veel overeenkomsten, maar er zijn natuurlijk ook veel verschillen. Wat zijn zoal de overeenkomsten en verschillen tussen huiskatten en panters? Een huiskat die jaagt, die besluipt zijn prooi natuurlijk ook. Hoewel hij van jou natuurlijk brokjes in een bakje krijgt. Ja. Maar als hij buiten is en hij ziet een muisje of een vogeltje, dan zal hij je dier besluipen. Dat is eigenlijk... Ja. Ja, dat doet zo'n panter ook. Het zijn gewoon katachtige, die hebben over het algemeen heel vergelijkbaar gedrag. Nou, ik ben weer thuis en na alles wat ik heb gezien, kijk ik toch wel heel anders tegen Tommy aan. Ik ben namelijk heel benieuwd of ze net zo kan eten als de panter. Tommy, kijk! Ja, lekker hè? Leuk dat je keek en volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan gaan we op zoek naar de wilde familieleden van de hond. Tot dan!